What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Nice. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelfam? Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gekke Werk. Begin ik de meest idiote opdracht te doen alleen omdat het fucking grappig is. Ja, niemand zou het ooit doen. Het is nog nooit gedaan en ik doe het. En ik vind het kut en leuk tegelijk. Jullie, mijn kijkers, de Kelfam, hebben allerlei idiote opdrachten bedacht. En die staan nu in een lijst van 100 opdrachten. En ik ga een fanaccount DM'en. En het nummer wat die fanaccount zegt, moet ik binnen nu en 24 uur uit gaan voeren. So let's go. Ik vraag aan whatsgoodkelfam.x. Hey, noem eens een getal tussen de 0 en de 100. Haha. Mocht jij nou nog een idee hebben voor echt een debiele, idiote opdracht, zet het dan hieronder alvast in de comments, zodat voor de volgende aflevering ik misschien jouw opdracht ga uitvoeren binnen nu en 24 uur, want dat is de hele show. Het moet gebeuren binnen nu en 24 uur. Er is geen weg terug, oké? Ik moet het doen. I gotta do it. 26. Ik hou van dat getal. Hehe. Nummer 26 op de lijst is... Koop binnen nu en 24 uur 10 gram wiet in Jamaica. Oh, good! Nee, maar dit kan niet. Dit is bullshit. Dit is officiële bullshit. Oké. Let's begin, people. Let's go. Goed, dit is het plan. Ik ren naar Schiphol en pak het eerste vliegtuig naar Jamaica. Tijdens de 11 uur durende vlucht zal ik wegzakken in een diepe slaap, zodat ik als ik daar aankom meteen door kan. Ik oefen met Jamaicaanse accent en vraag letterlijk iedereen of ze weten waar ik wiet kan fixen. Als ik in een relatief onveilig steegje een junkie vind die wat goede shit voor me heeft, sluit ik even een goed dealtje en zeg ik: ja man! Ik ga tevreden achterover leunen, zet een Bob Marley liedje aan, rol een jointje en steek hem vervolgens niet aan, maar gooi hem weg. Want ja, don't do drugs kids. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. De situatie is een beetje als volgt. Ik heb in de taxi even gecheckt wat de vluchten zijn naar Jamaica. En blijkbaar is er één vlucht die om 11 uur gaat. En het is nu 12 over 8 om precies te zijn. Maar ja, toen ik in de taxi even keek of er nog beschikbaarheid was, stond er dit. Op is op. Nog maar één stoel voor deze prijs. De kans is redelijk klein dus, gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de stoelen in het TUI-vliegtuig, dat ik het ga redden. Maar goed, hoe langer ik hier wacht, hoe minder grote kans. Dus ga even tempo maken. Let's go, man. Let's go. Oké, het begint goed. Vrouw van de TUI Bali was hartstikke lief. Alleen ze liet me even niet filmen. Oh, gewoon voor op YouTube. Ik ben een reisvideo aan het maken. Zo. Alleen mezelf. Ik denk niet dat TUI daar de toestemming voor geeft, hoor. Oké. Ik zou het niet doen als ik jou was. Mag niet filmen. Oké, dan ga ik niet filmen. Maar jullie voelen hem al aankomen. Het vliegtuig is vol. Yes! Oké, het plan is als volgt. Ik ga Peter even bellen om te vragen wat nu handig is. Want ik kan me niet voorstellen dat dit het is. Ik kan me niet voorstellen dat dit het is. Zo van, oh ja, nou, ik wist niet dat het vliegtuig misschien vol kon zijn, Kelvin. Ik weet niet. Ik weet niet dat dat de mogelijkheid is. Ik ga hem even bellen. Yo, Kelvin. Yo. Bel eens, check, nee. Ja, daar ben ik even over. Nou, je moet even eerlijk zijn. Ik kan niet. Ik kom hier 2 uur voordat het vliegtuig vertrekt. Ga ik echt zo naar die TUI Bali. Echt zo vragen. Yo, mag misschien. Kan ik nog mee naar Jamaica? Zeggen ze nou. Ze beginnen me gewoon soort van uit te lachen. Het vliegtuig zit stamvol. Ik kan niet 2 uur van tevoren kijken of er mee kan met een vliegtuig. Wat eigenlijk maar gewoon een paar keer per week gaat. Ja, maar je had gewoon eerder moeten reizen. Ja, maar ik wist een uur geleden pas dat ik deze opdracht moest doen. Dus ik weet niet. Nou, ik weet niet wat jij hebt met Dieder een beetje overlegd van wat handig is. Ja, ik zou beter met jij, jongen. Ik ben met jou aan het kutten. We hebben al lang een ticket gefixt. Al lang. Tuurlijk, je kan niet 2 uur van tevoren. Dus hey, this guy. Zo mooi. Smerige man, hè. Oh, 2 uur van tevoren fixen, je hebt een ticketje. Ja, hoor. Ja, weet ik veel. Wat had ik anders... fuck it, business, motherfucker. Ik stuur weer mijn e-mailtje, hè. Thanks. Goeie reis. Ja, thanks, man. Yo, later, kut mijn hol.
ze in Jamaica hebben geregeld. Alleen nu blijkt het zo te zijn dat 8 uur 's ochtends is in Jamaica 2 uur 's nachts. Dus ik heb ook nog een soort van weird ass ritme ding. Ik weet niet, ik snap gewoon niet hoe dit werkt normaal. Mensen, we zijn er gewoon. We zijn in Montego Bay. We hadden best wel wat vertraging, dus het is nu iets van 7 uur. Ik had blijkbaar nog een tussenstop, ik wist het niet eens. Maar het handige aan die tussenstop was wel dat ik even een hotel kon fixen. Dus ik heb een hotel gefixt. Dat is nog wel even een eindje rijden, maar ik kan mee met de transfer van TUI, blijkbaar. Dus dat is wel chill, maar volgens mij moet ik nog wel een stukje rijden. Maar ik moet eerlijk vertellen, mensen, dit programma, ik weet niet wat het is. Het geeft gewoon een soort van rare adrenaline of zo. Maar ik heb net gewoon, nou wat is het, 14 uur in een vliegtuig gezeten, alles bij elkaar. En ik ben eigenlijk gewoon pumped up gewoon nog steeds. Ik ben niet eens extreem moe of zo. Maar goed, die klap ga ik later wel voelen. In ieder geval, ik ga even naar het hotel, dan wil ik daar mijn shit even droppen. En ik wil niet nadat ik alles gefixt heb, want ik moet het voor 2 uur 's nachts deze tijd fixen. Ik wil niet dan nog een hotel hoeven te zoeken, dat denk ik niet heel veilig is. Dus ik wil eerst mijn hotel hebben, mijn shit droppen, dan de opdracht volbrengen. En als ik het volbracht heb, gewoon weer terug kunnen gaan naar het hotel, zodat ik lekker kan pitten. Oké, man, let's go. Het klinkt als een fucking goed plan, man. Hey, let's go. Goedenavond. Ik kan me nog herinneren dat ik op het vliegveld zei, yo, ik ben echt pumped up. Ik ben echt hyped voor dit. Ik heb me net een uur in een bus gezeten, jongen. En ik voel me zo fucking gaar. Het is echt niet normaal. Het laatste wat ik nu wil doen is wiet fixen. Maar dat is exact hetgene wat ik moet gaan doen. Ik ben op het vliegveld al aangesproken door iemand die me wiet wou verkopen. Ik ben toen ik uitstapte hier uit de bus, kwam er al iemand naar me toe die mijn wiet wil verkopen. En ik denk dat ik het gewoon bij hem ga doen. Het ziet er niet uit als de meest veilige buurt, laat ik het daarop houden. Maar het is wel de meest makkelijke manier voor mij om er in ieder geval aan te komen. En dan heb ik het gewoon. En dan kom ik hier weer terug. En dan is het klaar. En dan is het over. Het is zo dom wat ik aan het doen ben, besef ik. Het is zo raar. Ik ben gewoon 20 uur geleden vanuit Nederland hier naartoe gekomen om wiet te fixen. Het is bijna middernacht. Ik ga alleen op straat een guy aanspreken die mij net heeft aangesproken, die ik niet ken. En ik ga 10 gram wiet van hem kopen. En that's it. En meer niet. Ik ben op de parkeerplaats. Ik heb hem al gezien. Er zitten een paar andere gasten bij zijn auto. Ik ga hem niet filmen. En dat is omdat ik het gewoon niet durf. Ik durf hem niet aan te spreken met een camera op zijn smoel. Ik ken hem niet. Dat in combinatie met dat Jamaica niet extreem veilig is, zegt het nieuws. Daar heb ik besloten om het niet te filmen. Ik wil het niet opfokken doordat ik hem een camera in zijn gezicht duw. En dat hij denkt, hey, what the fuck, flik erop. Of dat hij andere rare dingen gaat doen. Of dat hij de camera wil jatten, dat kan natuurlijk ook. Wat ik wel ga doen, is ik ga oordopjes in mijn iPhone doen. Zodat ik de audio kan opnemen. Zodat jullie het wel kunnen horen. En als het gelukt is, dan gaan jullie het horen binnen 3, 2, 1. Hi there. How you doing? How you doing? Spit, man. Hi, we spoke earlier, right? Yeah. How you doing? Come to see me now, man. Yeah. Okay. How's life? Yeah, my life is good, man. So what do you have? I have the real good stuff. Look at this one. All right. How much is this? This is for you, my friend. I give it for 40. What? How many grams is this? This is like almost 14 grams. 14 gram? Yeah. 14 gram? Yeah. Is it good stuff? Yeah, man, I deal with real good stuff, man. I don't play games, man. Okay. You know that I don't play games, man. No. I deal with real stuff. I don't play games either, so. So if you don't trust me, right now I would like to roll up a joint for you right now. Because you're in Jamaica, make you smoke it and see what I'm talking about. No, I'm good. I'm not smoking today. Okay. So, how many grams is it like? Can I get 10 or something? Oh, come on, my friend, we make a deal. Okay. We make how a deal. Yeah. How much is, you said, can I get this for 20? $20. We make a deal, give me 30. Because I tell you for 40, so give me 30. 25 and we have a deal. 25 is done. Then we shake hands and it's over.
I came all the way from Amsterdam to get this. Alright. I flew all the way. Alright. We have a deal, boy. Yeah, 25, shake hands. Holy shit. Ik help wel met de god, man. Ik heb voor het eerst in mijn hele leven wiet gekocht. En niet eens omdat ik het wil oproken, want dat doe ik niet aan. Maar gewoon omdat het moest voor een video. Volgens mijn grote vriend Michael was dit 10 gram wiet. Dat betekent dat ik de opdracht heb volbracht. We gaan nog wel even de ultieme test doen. Ik heb namelijk helemaal vanuit Nederland. Ja, je kan niet hier aankomen en 10 gram wiet kopen zonder het te wegen. Dus ik heb deze bad boy meegenomen. Dit is gewoon een weegschaal van thuis. Nina, sorry als je een weegschaal mist. Ik heb hem. Nee. Holy shit. Nee. Het is 8 gram. Nee. Nee, dit is zo kut. Ik heb gewoon 8. Ik vroeg nog, heb je 10 gram? Ik heb gewoon 8 gram gekocht, terwijl ik 10 nodig heb. Ik ga maar gewoon wat wiet bijkopen. Dat is het. Ik zeg gewoon, joh vriend, ik heb nog wat extra nodig. En dan geeft hij me maar nog gewoon zo'n zakje of zo. Ik weet het niet. Ah, wat kut! Volgens mij is hij best wel een chille guy. Volgens mij vindt hij het helemaal niet erg als ik dit film. Ik ga hem van tevoren gewoon even vragen van, joh vriend, ik ben een documentaire aan het maken over Jamaica, weet ik veel. Ik ga hem gewoon vragen of hij het oké vindt. En als hij het oké vindt, dan ga ik het jullie laten zien. Ah, dit is echt. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Oké, ik zie hem daar in de verte al staan. Ze hebben nu best wel harde muziek aan, ineens, bij hun auto's. Ah, dit is... Hoezo? Waarom is dit te weinig? Waarom moet ik dit weer doen? Waarom is dit zo kut? Oké. We doen dit. We gaan dit gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen en dan is het klaar. Nog 2 gram extra. That's it. Hey man. Ja man. How you doing? Ja man. Alright. Ja man. Oké, mensen, ik zit hier in een van de auto met een hele gekke boombox en zo. Met Michael. Ik weet niet. Blijkbaar vind je het helemaal niet erg dat ik aan het filmen ben. You don't mind me filming, right? It's all good. It's all good. So what are you smoking weed now? Yeah man, straight marijuana. It's from your own plantation, right? Yeah man. Hij heeft zijn eigen plantage. Yeah, en hij verkoopt gewoon wiet en dat mag, want het is legaal. It's legal, right? Yeah man. Totally legal. Ja, nu moet ik dus zeggen dat ik nog iets nodig heb. Hij denkt gewoon dat ik kom chillen. Can I buy a bit more? Yeah. Can I buy it? Yeah man. I would like to have a bit more grams. Well, I wanted to have 10, but it was 8 grams. So can I get two extra something? Yeah, that would be like 10. Like a very small amount, two grams. 2 grams. Is that possible? Yeah, 2 grams is like about... Maybe. Yeah, or like whatever $20. Size you have. $20 is a bit much. Is it? Yeah. Ja, ik moet ook helemaal niet moeilijk gaan doen over de prijs nu. Ik moet volgens mij hier niet al te lang blijven. Dat is een beetje het gevoel wat ik krijg. Alright, 15 is good. Ja yeah, man. 15 no is problem. Good, right? Alright, great. That's good. Hij vond het gewoon allemaal oké. Kan nu niet anders, het moet wel 10 gram zijn. Ik ga toch nog even wegen. Ik heb die weegschaal gewoon meegenomen in mijn rugtas. Super leef. Dit was de 8 gram van net. En dan heb ik hier nog hetgeen van wat ik nu zojuist heb gekocht. Ja! Ja! Oké, ik ga het laten zien. Kijk. 10 gram. Ja! Oh.